Welkom bij deze extra uitzending van BIOS Mijn Streekomroep. In deze speciale uitzending stellen wij de heer Hans Verheyen aan u voor. Hans Verheyen is woensdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sittard-Geleen. BIOS Mijn Streekomroep trok naar Wiegen, waar hij nu nog burgemeester is. Een aangename kennismaking met een aanstaand burgemeester die de stad waarin hij naartoe komt al uitgebreid verkende, zo bleek. De mooiste plekjes om te wonen in de gemeente zijn al gespot door de nieuwe burgervader. We zijn in Wijchen en we zijn hier bij de nieuwe burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, Hans Verheyen. Wanneer gaat precies uw burgemeesterschap in Sittard-Geleen in? Geen idee, want dat weet ik echt niet, maar het zal ergens rond 1 maart zijn, omdat de huidige burgemeester Schakorks op 1 maart met pensioen gaat. En uh, de gemeente zelf ook de wens heeft aangegeven om uh, aansluitend aan de, uh, de pensionering ook direct een benoemde burgemeester te hebben. Dus ik ga ervan uit dat het ergens rond die datum is. Zit dat geleden? Is het een bewuste keuze? Of hebt u een aantal gemeenten geprikt waarvan u dacht ja, van nou, één van die zou het moeten worden? Nee, absoluut niet. Uh, het is een hele bewuste keuze. Um, ik ben ook heel kieskeurig daarin. Um, ...ben uh, al um, langere tijd uh, bezig met de gedachte van... ...is dit dat geleende plek waar ik zou willen verder stappen als burgemeester. Uh, ben er veel geweest. Uh, uh, gewoon in de straten uh, proeven, sfeer ophalen. Een idee krijgen of ik daar uh, kan aarden, kan landen. Uh, hoe voel ik me met de mensen? Uh, want een burgemeester, in ieder geval de burgemeester die ik wil zijn... ...is een burgemeester tussen de mensen. En dat kan alleen als je ook dat gevoel... Uh, en dat laat zich heel moeilijk beschrijven wat dat dan precies is, maar dat dat gevoel er is. En dat gevoel dat had ik, niet alleen in de, in de twee steden, maar ook in de dorpen, in het, gewoon in het rondlopen. De vriendelijkheid van de mensen, uh, maar ook de omgeving uh, en de uitdagingen die er op inhoud ook liggen, want die zijn best stevig. Wat uh, zijn er bijzondere dingen die u nu al zijn opgevallen in uw nieuwe gemeente? Ja, er zijn, er zijn dingen opgevallen waar je uh, waar ik eerlijk gezegd ook wel een beetje de sombere, het sombere gevoel bij krijgt. Als je in de binnenstad van Geleen loopt en. De, de mate van leegheid ziet. Hè, er staan ik denk één op de drie winkels is leeg. Uh, um, dan, word je daar, dan word je daar niet direct heel erg enthousiast van. En zeker niet als je als referentiekader uh, het, uh, het winkelhart van Wiegen hebt, wat uh, al uh, drie jaar op rij het beste winkelhart van de provincie Gelderland is, en waar uh, de leegstand hier onder de 3% ligt. Uh, dan, dan zie je een florerend hart versus een ja, heel eerlijk gezegd, ook wel een kwijnend hart. En dan denk je ook wel, ja, je zegt werk aan de winkel, waar komt dit door? Dus het is ook nieuwsgierigheid, een combinatie van nieuwsgierigheid, maar ook um, ja, daaraan willen werken. Uh, uh, willen veroorzaken dat we daar uh, in zit, had geleen, de beweging de andere kant op weten te drukken. En uh, dat is met heel veel enthousiasme en ambitie. En ik zal ongetwijfeld uh, ook wel eens daarin wat teruggetikt worden. Um, want anders waren de kansen al lang opgepakt door uh, bestuur en bewoners en ondernemers uh, die er nu in uh, Sittard-Geleen uh, zijn. Maar ik hoop daar wel mee bij te mogen dragen aan uh, een mooie toekomst voor uh, de gemeente Sittard-Geleen. Maar dan loopt u daar anoniem. Dan bent u, uh, gaat u dan zomaar met mensen praten of waren er mensen die wisten van uw interesse? Nee, er, was, uh, um, er waren heel weinig mensen die weten van uh, die interesse. Dat zijn twee beste vrienden en mijn, uh, mijn vriendin. Uh, en verder laat je dat uh, en deel je dat ook niet. Um, maar het mooie is dat als je inderdaad uh, door de straten loopt en gewoon een terrasje pikt... want ik zei al, ik ben al maanden in die zin die verbinding aan het zoeken... Uh, um, dan praat je gewoon met de mensen die langs je zitten en dan merk je, dan merk je wel of het tikt en of het klikt. En, uh, en dat gevoel had ik heel erg sterk. Had je al een thuisgevoel? Uh, luikend, zeg maar. Het, is, het, het, het komt. Maar de, de, um, kijk, de, ik, ik heb er nu bijvoorbeeld één keer overnacht... He, dus uh, uh, ook 's ochtends vroeger zijn is toch weer anders dan dat je er overdag loopt, als uh, iemand die gewoon door een winkelstraat wandelt. Um, ook door de wijken wandelen, dat moet je ook gewoon op verschillende momenten doen. En op die manier bouw je ook wel uh, iets op. En dat gevoel, dat basisgevoel, zit goed. Kent u uh, veel mensen in die omgeving? Ik bedoel, collega-bestuurders? Relatief uh, veel. Uh, de wereld is klein. Um, um, ik heb zeven um, jaar in Arsen en Velde gewerkt. En de huidige deputé, Gerhard Koopmans, was toen wethouder. Uh, dus dat, dat is ook een, een, een link. En, en die relatie die is ook nooit um, losgelaten. Zeg maar. dat de, die, die eerste jaren in Arsen en Velde waren voor mij ook hele bijzondere jaren. Um, ik werkte in Den Haag. En ik heb heel bewust de overstap gemaakt van het, van het landsbestuur naar de gemeente, omdat ik dat gewoon een veel. Leukere plek vindt om uh, te werken. En die leuke plek was Arsen en Velden. En uh, zoals het heel vaak gaat, met eerste liefdes, die blijven je ook het meest nabij. En uh, in die zin met Leon en met, uh, en met Ger, maar ook met Wim Geurts, die daar wethouder was uh, in die tijd, heb ik echt gewoon een hele, een hele geweldige tijd gehad. Maar de verbindingen die eruit voortkomen, ik ben ook voorzitter geweest van het CDA Noord-Limburg, Noord-, Noord en Middel-Limburg, uh, dat maakt dat er gewoon heel veel bekenden zijn, nog altijd. In het bestuurlijke deel, ook in het zuiden van Limburg. De laatste weken heeft de beentje het CDA gezegd, we willen toch. Samen met de groep van Pieter Mekels. Uh, hebben die mensen gevoeld dat er een CDA-burgemeester komt? Nou, of, het, of het een met het ander te maken heeft, dat, uh, dat wil ik niet zeggen. Dat moeten ook anderen maar uitspreken. Maar um, wat ik er wel over kan zeggen, is dat ik. Um, het uh, meer dan um, verstandig vindt, maar ook echt noodzakelijk vindt. dat um, um, de beide grote partijen. dat die ook de schouders zetten onder de grote vraagstukken die er liggen. En dat um, eh, meningsverschillingen of uh, verschillen van opvatting uit het verleden. Dat die, uh, worden neergelegd en dat je naar de toekomst kijkt. En uh, naar de grote vraagstukken van de gemeente dat Geleen kijkt. En dat je die met elkaar aangaat. En in die zin was ik wel heel blij uh, om, te, om te lezen via de media. dat uh, twee oppositie- en twee coalitiepartijen. Het, uh, het, uh, het initiatief hebben genomen. nadat een eerdere poging was mislukt. om juist GOB en, uh, en CDA bij elkaar aan tafel te krijgen. En uh, ik hoop van harte dat het slaagt. De eerste waarnemend burgemeester van de fusiestad dat Geleen. Was iemand die, uh, geboren, die eerst burgemeester in Beuningen was in de tijd dat u daar opgroeide, u kent zijn naam nog? Nou, ik denk niet dat het uh, in de tijd is geweest dat ik daar opgroeide, want uh, ik ben weliswaar geboren in de gemeente Beuningen in Beurt, in het uh, kleine dorpje langs het Maaswaalkanaal. Uh, maar was vier toen wij uh, verhuisden naar Noord-Nederland. Ik heb echt een hele, een hele tour door het land gemaakt, in zeven provincies gewoond. Um, om uiteindelijk um, in 1997 terug te keren, daar waar ik me wel het meest thuis voelde. Uh, en dat is Noord-Limburg uh, toen. Um, en dat is ook, ook de grootste drive ook, om weer terug te gaan naar Limburg. Want dat is toch wel de provincie die mij het meest lief is. U was in Wijchen, u bent in Wiegen uh, acht jaar burgemeester. Hoe lang bent u van plan burgemeester te blijven van Zitad Geleen? Ja, dat, dat weet je nooit. Um, het burgemeesterschap um, dat, dat is uiteindelijk vooral gebaseerd op wederzijds vertrouwen. En um, um, ik zie ook heel veel collega's die, die juist daar in, in die spanningsboog um, uiteindelijk ook eerder moeten afhaken. Hè, uh, de politiek is harder geworden. Het is, uh, ook het burgemeesterschap is politiek een veel kwetsbaar vak geworden. Um, um, dus, dus voorspellend zijn in de zin van zoveel jaren zal ik er zijn, dat vind ik echt heel erg lastig. Maar mijn intentie is uh, er in ieder geval één om uh, minimaal, dat heb ik ook hier gedaan, uh, en dat is echt ook de goede termijn, om minimaal één termijn, dus zes jaar, verbonden te zijn aan de gemeente. Want de vraagstukken die er liggen, die heb je niet in twee, drie jaar omgezet. Uh, daar, dat vraagt echt ook meer hardnekkigheid en, en ja, uh, volhouden. En um, die eerste termijn, die, die zou ik heel erg graag ook willen afmaken. Hebt u al met Schaar Cox gesproken, de huidige burgemeester, een Noord-Limburger overigens? Ja, Schaar die belde mij echt een paar minuten nadat dat de voorzitter van de vertrouwenscommissie mij op de hoogte had gesteld. En ook echt even fijn, we, we, we hebben elkaar wel eens getroffen. Maar kennen is dan iets anders, hè? dat is nog een fase verder. Uh, maar het is wel heel fijn ook dat hij aangaf van uh, ook in Sitwaar te blijven, te blijven wonen. En dat er in ieder geval, dat vind ik, dat vind ik echt heel belangrijk, ook uh, waar het gaat om de overdracht. He, je daar uh, gewoon ook een aantal goede gesprekken uh, aan kunt besteden. Zodat ook um, ja, de, war, de warme overdracht er ook echt eentje kan zijn. Dan moet je natuurlijk nog op zoek naar een uh, woning in de gemeente. Hebt u daar al een beetje naar uitgekeken? Nee, stiekem uh, natuurlijk in het, in het rondlopen. Wel gedacht van dit is een mooie plek en dat is een mooie plek. Maar uh, nog niet gekeken naar prijsklasses uh, en ook nog niet, niet zeg maar, het volle beeld van wat willen we. Uh, dus um, pas op de plaats. Uh, eerst, eerst maar zie je de dingen goed afronden, ook in wiegen, voor zover dat, uh, dat kan. Want uh, dat is het rare van dit vak. Op het moment dat je bekend is dat je gaat, dan ga je. Dat, uh, dat gaat dan ook heel snel. Uh, uh, ja, dus hè, wat mij betreft, uh, ik kijk uit naar het moment ook dat ik kan starten in sittard geleend en dan gaan we met volle krachten tegenaan. Nogmaals uh, van harte welkom in uh, uw nieuwe gemeente. Dankjewel. Een mooie gemeente in de Westelijke Mijnstreek. Uh, de streekomroep BIOS, uh, dat is de omroep van de Westelijke Mijnstreek. Uh, ik wens u uh, heel veel succes in uw nieuwe gemeente. En om u meteen welkom te heten en thuis te laten voelen, wil ik u graag Dankjewel. als eerste... Uh, het welkomstgeschenk overigens, want de naam is de omroep. Dankjewel.